Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En we zijn hier bij de Leumolen in het prachtige Leudal. Heerlijk om hier te bivakkeren. In deze uitzending aan het einde de Sumo Challenge met de leerkrachten. We hebben wederom een mooie vlog. En we beginnen uiteraard met het kerngezonde nieuws van deze week. Ter voorbereiding op een grote sponsorloop voor het goede doel kregen de leerlingen van basisschool De Meander uit Reuver speciale gymlessen. Een ervaren hardloper legde uit hoe je zo goed en snel mogelijk rent. De oudste leerlingen kregen als extraatje ook nog een gastles van Candy Jacobs, wereldtopper als het gaat om het freestyle skateboarden. Hallo, vandaag ben ik bij een ander project van Kerngezond, de buitenspelbal. Ouderen gaan hier met jongeren van de sportvereniging aan de slag. Gaan jullie met me mee? De volgende vraag: welke kool werd vroeger gegeten om scheurbuik te voorkomen? We hebben spelletjes gedaan, spelletjes met FIFA en spelletjes met, we hebben ook een keer geshoot. En nog meer spelletjes, Jenny, weet jij dat? Ja, we zijn met voetballen geweest, hebben ze gewonnen met 9-1. Dus het kwam natuurlijk omdat wij kwamen kijken. Ja, dat kan niet anders, toch? Waarom ben jij hier? Je zit niet bij de ouderen en niet bij de sportvereniging. Dat klopt. Ik ben hier vanuit de Rabobank. En ik werk bij de Rabobank in Venlo. En wij vinden het heel belangrijk om ook mee te doen aan projecten waar gezonde voeding belangrijk is. Maar ook dat ouderen niet buitenspel komen te staan. Dus dat die gekoppeld worden aan jongeren. En dat we zo leuke activiteiten kunnen doen. Onder andere met gezond voedsel. Wat hebben we nog meer gedaan? Vanmiddag heerlijk ijs gegeten. Ook altijd heel lekker. Dus we hopen dat jullie hier volgend jaar weer komen. Ja. Nou, bedankt voor jullie reactie en ik ga er weer vandoor. Ik vond het super leuk, maar ik ga nog even terug. Tot de volgende video. Van OBS Wereldwijd, van 7A, in Landgraaf. En ik ga winnen omdat ik de beste ben. 3, 2, 1. Zo, juf Manon is dolgelukkig en terecht, want het was een mooie score op het dartbord. Haar tijd was 30 seconden en 58 honderdste.
En dankzij die 18 bonusseconden op het dartbord wordt de eindtijd 12.58. En daarmee komt juffrouw Manon terecht op een mooie 7e plaats op onze ranglijst, die nog altijd wordt aangevoerd door juffrouw Evelien uit Zevenum. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. En voor de laatste keer dit seizoen kunnen we weer een prijswinnaar van de Rebus bekendmaken. Maar eerst de goede oplossing. Op het eerste plaatje wijst het pijltje op het blad. Vervang je de laatste twee letters door de letter E, dan krijg je ble. Op het tweede plaatje zie je een boek. Zonder de eerste twee letters houd je ek over. Vervolgens geld, maar van de G maak je een S en dan komt er aan het einde een E achter en dus krijg je zelden. En tenslotte reis zonder de S en zonder de T, dat maakt rij. Alle letters samen vormen het woord bleekselderij. De jury heeft onder alle inzenders de winnaar uitgeloot en die staat nu onder in beeld. Van harte gefeliciteerd. Wat een sensatie weer bij die Sumo Challenge. Tijd voor even tot rust te komen hier in het mooie Ludal aan de Leubik bij de Litsberg. Schitterend vertoeven. Ik bedank jullie alvast voor het kijken. Denk nog even aan de social media onder in beeld. Jullie kunnen gratis abonnee worden om niks te missen van Kerngezond. In ieder geval tot de volgende Kerngezond TV.